dat wij vragen gaan beantwoorden die misschien niet gesteld zijn, maar toch wel informatief kunnen zijn. Dus heb je nog meer vragen? Stel ze zeker hieronder aan deze video. En laten we beginnen. Oké, dus wij gaan vragen aan elkaar stellen. En degene die dat de vraag stelt, moet zelf ook antwoorden op de vraag. De eerste vraag die gaat Talia stellen aan mij. Oké, wat zou jij nog allemaal met Q-Star willen bereiken? Sowieso nog superveel dingen, maar ook ik wil eens aan het strand gaan rijden zonder zadel en zonder tuig en zo. Dat zou echt mijn droom zijn. En bij mij is dat ongeveer ook hetzelfde, zo buitenaf ergens in een natuurgebied rijden en gewoon los. Want wedstrijd, dat is meestal iedereen zijn droom om dan zo hoog te springen. Maar bij mij is dat gewoon zo'n vrijheid of zo. Ja, zo vrij, je paard vrij, hoofdje leegmaken en alles. Ja. Eerste verlichting. Vraag 2, en die moet ik stellen. Wat vind je het minst leuke aan Boy? Het minst leuke? Oh. Dan denk ik toch dat hij niet zo mega groot is. Want mijn mama is zelf 1,80. Ik ga waarschijnlijk ook 1,80 worden, dus dan ja, op den duur word ik wel te groot voor Boy en dat zou ik niet graag hebben. Ik vind gewoon alles leuk aan Q-Star en er is niks minst leuk dat ik aan Q-Star vind. Buiten ja, dat ik er wel uit ga groeien, zeg maar, dat ik te groot ga zijn, maar dat is niet aan zijn karakter ofzo. Ja, aan het karakter bij mij ook eigenlijk niks verkeerd. Want het zijn twee heel leuke, lieve, medelevende ponies en paarden. Nu vraag 3. En die moet je stellen aan mij. Wat is jouw favoriete paardenkleur? Mijn favoriete paardenkleur is ofwel voskleurig, een valk, wit en zwart. Want bruin vind ik wel mooi, maar dat is zo normaal. Ja. Niet slecht bedoeld voor Boy, maar ik vind Boy gewoon... Maar Boy is de kleur B, dat is ook een speciaal kleur. Ja, maar ik vind gewoon die speciaal. Maar wit vind ik ook niet zo heel mooi, maar zwart en vos en valk wel. En ik vind Boy zijn kleur wel heel leuk. En zo Q-Star's kleur vind ik op zich ook wel leuk. Maar als ik dan een andere kleur zou moeten kiezen buiten de kleur die onze paarden hebben, zou ik toch gaan voor de kleur zwart. Oké. En trouwens, waarom dat ik zwart leuk vind, mijn hond is altijd als hij speelt aan het springen. En daar 4, en die moet ik stellen. Talia, zou je liever een paard willen die echt super knap is, maar die jou echt niet leuk vindt? Zou je echt een echt lelijk paard kopen? Eigenlijk, er bestaan geen lelijke paarden, maar gewoon die gewoon een lelijke kleur heeft en gewoon ja, dingies. Maar die jou super lief vindt en die altijd voor je klaar staat. Dan zou ik toch eerder voor de tweede optie gaan, want ja, de band met je paard is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan met een knap paard gaan waarmee dat je niet overweg kunt, is minder leuk dan met een iets minder mooi paard dan, maar dan waar dat je wel goed mee kunt overweg. Voor mij is dat ook hetzelfde, want als dat paard jou niet leuk vindt, wat heb je er dan ook aan? Het gaat erom om de band en niet om de knapheid. Vraag 5. Lovely, wat voor huisdieren heb jij voor de rest of zou je nog ooit willen hebben? Ik heb nu een hond, een kat, 2 parkieten, een schildpad en ik had 3 vissen in de vijver, maar ik denk dat die al zijn opgegeten. En ik zou wel nog een cavia willen. Ja, en parkieten zijn vogels, hè? Ja. Voor de mensen die dat niet weten, dus ja. Ik zelf, ik heb nog 3 kleine honden, dat zijn chihuahua's. Chihuahua. Oké, ja, dat was dan Lovely haar actie. En ja, voor de rest heb ik alleen Boy. Vroeger had ik ook nog katten, maar die zijn nu allemaal weggelopen of dood. En welk huisdier zou je nog wel willen? Qua huisdier. Als ik nog een huisdier zou bij willen, dan zou ik terug een kat willen, omdat ja, katten, dat zijn zelfstandige dieren. En aangezien ik niet zo vaak thuis ben, heb ik dat eigenlijk niet echt nodig. Vraag 6, en nu moet ik zeggen, wat is jouw favoriete dier in het wild? Ik denk dat ik dan toch ook naar een leeuw ga gaan als een paard niet meetelt. En voor mij is dat een zebra. In de lid zijn ik zebra paard, maar het is niet een zebra. En dan nu vraag 7. Oké, als er 1 ding niet in jouw leven mag voorkomen, wat zou het dan zijn? Um,
oorlog en ruzies, want dat is gewoon niet leuk. Ja, voor mij denk ik ook wel hetzelfde. Vraag 8, en dat is dat ik moet stellen. Hoe hoog zou je ooit nog eens willen springen met Boy? Ja, eigenlijk zo hoog mogelijk, zeg maar, wat dat Boy aan zou kunnen. Want ja, je wilt natuurlijk niet hoger gaan springen dan je paard zelf aan kan. Ik wil eens op wedstrijd van hier of ergens anders ooit wel eens een meter springen. En ooit is nog eens een meter in 10, maar dat heb ik ook nog eens gesprongen. Maar als dat niet lukt, dan maakt dat me echt niet uit. Vraag 9. Wat zou je echt niet willen dat er gebeurt met Q-Star slash voor mij bij Boy? Dat hij zou een been breken tijdens het springen of zo. En dat, ja, natuurlijk zou dat bij jou ook zo zijn. Ja. Dat is het ergste dat kan gebeuren. Of coliek en dat hij daaraan doodgaat. Ja. Gewoon eigenlijk... Of gewoon dat hij pijn zou hebben. Ja, pijn hebben en door pijn doodgaan of zo. Ja. Vraag 10, en die moet ik stellen. Wat is je favoriete paardenwinkel? Ik denk Applejack of Divoza. Een van die twee. Van jou? Van mij, Applejack is wel leuk, maar in Breda is dat weinig. Maar ik vind de Timmermans wel leuk, van in België. En... ja, Appletje ook. Oké. Dan heb ik nog een bonusvraag voor Talia. Wat is jouw favoriete paardenmerk? Paardenmerk? Dan denk ik Escadron, want ik heb echt heel veel dekjes van Escadron en ik verzamel dat soort van. Van mij Kingsley. Oké. Ook dat staartje. Ja. Zand aan het mengen. Evie, wij waren voor dat zij de nieuwe. Om mij te negeren, omdat wij nog niks hebben laten weten of dat wij nu. Ah, nee, maar die hebben we. Jump! Ook nog gevallen bijna. Woe! Woehoe! Eén is nog een payback! En dan willen we nu zeggen bedankt voor het kijken. Dit was onze video. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei!